Tot nu toe gebruikte ik altijd de Camlink 4K van Elgato voor mijn livestreams. Je hebt ook deze ja, neppe stickjes voor zo'n 15 euro, maar die werken toch minder goed. In het kort, de kleuren zijn veel te verzadigd en het beeld is net niet lekker scherp. De Camlink werkte perfect totdat ik een paar dagen geleden een webinaropname had en de Camlink bevroor. Hij deed niets meer. Hij heeft het een hele ochtend gedaan, vervolgens nieuwe opnames en hij was er klaar mee. Nou, de dag daarna sloot ik mijn camera erop aan en hij liep weer als een zonnetje. Dus waar dat probleem lag, geen idee. Nu weet ik dat veel webinarstudio's gebruik maken van andere apparatuur, met name deze Magewell is populair. In principe doen ze hetzelfde: een HDMI-signaal omzetten. Naar USB, maar toch kost deze Mage wel 350 euro en deze Camlink zo'n 130 euro. Waar zit dat verschil? Eerste Camlink: dit stickje zet een HDMI-signaal om naar USB-A 4K maximaal 30 frames per seconde en in 1080p maximaal 60 frames per seconde. Audio wordt ook gewoon meegestuurd via het HDMI-signaal en ja, dat is het eigenlijk. Zo simpel is het. Hij is gemaakt van plastic Weegt zo'n 20 gram en heeft een directe USB-poort in het stikje zelf. Je krijgt er dan ook een USB-verlengkabeltje bij. Check het linkje in de beschrijving, daar staat-ie. Nu de Magewell. Met een prijs van ruim 2,5 keer een camlink verwacht ik wel iets anders. En. Ja, dat is ook zo. De functionaliteit is precies hetzelfde. HDMI met video en audio aan de ene kant erin en via USB 3.0 eruit aan de andere kant. Software als OBS ziet dit dan als een webcam en kan het videosignaal lezen, net als de Camlink. De MageWell is gemaakt van metaal, heeft wat status ledjes ingebouwd en je krijgt hier een USB-A naar USB A kabel bij. Alles 3.0, dus die blauwe aansluitingen. En ook hier, het linkje staat in de beschrijving. Ik heb overigens ook een USB-A naar USB-C-kabel getest, maar dit werkt helaas niet. Het grote verschil tussen deze twee is de snelheid en de kwaliteit van het signaal. Als voorbeeld neemt de Camlink een 4K-signaal en zet dit om naar USB. Maar in het stikje wordt dit signaal zwaar gecomprimeerd naar een kwaliteit van 140 megabit per seconde. De MageWell stuurt maar liefst 5 gigabit per seconde uit. Dat is dus veel en veel meer data. De MageWell maakt het dus mogelijk om 444 en 12-bit kleuren uit te sturen. Elgato heeft het hier niet over op hun website, maar ik acht de kans groot dat de Camlink het bij 420 en 8-bit kleur houdt. Daarnaast heb je de vertraging. Dit gaat allemaal echt over kleine details, maar je merkt het wel. De vertraging van camera naar software is met de Magewell kleiner dan met de Camlink. En dat mag ook wel voor die prijs. En dat is eigenlijk het grote verschil. Nu is natuurlijk de vraag, is één Magewell die ruim 2,5 keer zoveel kost als de Camlink het waard? Ik zeg ja. Ik heb hem nog niet zo lang, maar ik ken een gerenommeerde webinar studio die al jaren draait op vier van deze kastjes. Stabieler kan haast niet. Ik heb het afgelopen jaar regelmatig problemen gehad met die Camlink: het blijven hangen van beeld, kleine haperingen, het niet herkend worden door de streaming software. Dat heb ik echt heel veel gehad. Dus ik gebruikte liever mijn, mijn, ja, eigenlijk mijn Atom Mini Pro als HDMI-converter, ook al is het maar met één HDMI in. En die gebruikte ik liever dus dan deze Camlink. Nu hangt het er natuurlijk wel vanaf wat je ermee gaat doen. De Camlink is perfect voor gamers en kleine streams met weinig gekke dingen, mits die natuurlijk niet blijft hangen. De Mage wel kan meer aan en is dus geschikt voor de grotere of meer geavanceerdere streams. En de kwaliteit die eruit komt is dus hoger dan die van de Camlink.